Hey mensen, alles goed? Mij gaat het een beetje goed. Dat is een beetje sensatie hier. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag de Polini, Alini, verder afmaken. Of afmaken. Pering, krap. Ding is krap, maar dat vertel ik dadelijk wel. Let's go. Vet. We moeten snel gaan. Ja? Oh ja. Check wel de wapen, Jan. Hey, ja. Dus we zijn nu in de werkplaats, gelukkig, want in Maastricht, in de stad zelf, was een, ja, was best heftig. Dus waar gaan we het over hebben? Over de Alini, de AliExpress Polini. Polini AliExpress. Dus ik zei toen net al dat er best wel veel crap dingen op zitten nu. Ik heb er nu 2000 kilometer mee gereden, het is al, we zijn nu al wat, een half jaar verder. Waar was ik nog niet tevreden mee? Nou, die veer is echt verschrikkelijk. Er zit ook een klein ventiel hieronder. Hieronder zit een klein ventiel en dan kun je hem oppompen. Ze zeggen dat er stikstof in zit, nitrogen, bullshit. Dat ding dat is al aan het lekken, hij veert niet meer. Ja, de veer die veert, maar hij dempt niet meer, dat ding is echt crap. Ik heb hem helemaal ingedraaid, je kunt hem hier verstellen. Doet niks. Wat ik denk, hè, ik denk dat deze cilinder niet gekoppeld is. Er zit geen gaatje hier volgens mij. Er gaat geen leiding naar de schok. Naar de shock. Dus ik ga die open flexen en kijken hoe dat van binnen eruit ziet. Maar ik denk dat het gewoon voor de sier is. Dus onzin, denk ik. Dus dat is crap. Dus ik denk dat we gaan beginnen met de dingen dat niet goed zijn. Kent ik plaat? Ik vind hem best goed. Maar de mensen die achter me rijden, bijvoorbeeld politie. Het is legaal, maar omdat ik zoveel op drempeltjes rijd op fietspad, trilt hij heel erg. En dan kun je niet goed lezen wat het kentekenplaat is. Die laag gewoon nog op, het is geen probleem. Het belangrijkste van een spatbord, normaal is het spatbord van hier tot hier achter. Kijk, hier heb ik eentje liggen. Die heb ik hier niet liggen. Maar een spatbord die houdt het water tegen. Er komt een wervelwind hier achter. Dus als ik geen spatbord hier heb, heb je een natte rug. Dat zie je vaker met Aerox gastjes. Die doen de kentekenplaat doen ze hier aan vastmaken. En dan regent het en dan is een hele jas achterop vol met modder. En dit helpt dat helpt wel, moet ik zeggen. Oké, hier heb ik iets, dat is mijn eigen schuld dat het kapot is. Maar ja, boeien. Ik heb hier zo'n achteruitrijcamera opgezet. Want ik heb geen spiegels. Dus ik dacht, we doen een achteruitkijkcamera erop. En dat werkte echt goed, moet ik zeggen. Dat werkte echt mooi. Maar dat LCD-schermpje is niet waterdicht. En dat wist ik. Dus ik heb me uit elkaar gehaald. Heb ik vloeibare pakken eromheen gedaan. Dicht gedaan. Maar dat had niet geholpen. Dus die is kapot gegaan. Die kunnen we eraf gooien. Dus dat was mijn fout. Maar het is wel een heel goed idee. Een achteruitrijcamera op een motor of een scooter. Dat is echt geweldig als je geen spiegels hebt. Die kilometerteller is echt geweldig. Echt een goed ding. Maar je moet echt gewoon geluk hebben, denk ik. Want mijn andere Aerox die ik heb weggedaan, verkocht. Mag niet zeggen weggedaan, klopt niet. Dat is niet goed Nederlands. Daar is de kilometer, de snelheid dat hij aangeeft, echt gewoon goed. Dat is perfect. Dus als je op GPS 50 km per uur ziet, dan zie je hier ook 50 km per uur. Maar bij deze, die klopt niet. Deze heeft een verschil van tussen de 5 en de 10 km per uur. Dus dat is niet zo heel mooi. Dat vind ik niet goed. Dat is het enige dat mis is met deze kilometer tellen. Voor de rest doet hij perfect. Dus echt, dat was wel goed. Maar er zat wel een minpuntje op. En dan hebben we iets van stage 6, waar ik niet mee tevreden ben. En dat is mijn choke. Dit is mijn choke hier, heb ik op het stuur gedaan. Maar er zit een beetje speling op. En het is echt super irritant. Die maakt een trillend geluid zo. Ik kan het niet nadoen, maar het is zo irritant met rijden, die choke. En dat is stage 6, dat ding was 30 euro. Dat dingetje is net zo duur als die veer. Maar ja, die veer, ja, dat is shit, maar als je gewoon kijkt, dit is gewoon niet normaal. Oké, wat hebben we nog meer van AliExpress erop gedaan? Even kijken dat het niet goed is. Even kijken, hier met die opener. Ben ik wel super tevreden mee. Dat was... ja. Dat is het goedkoopste op de scooter en daar ben ik het meest blij mee. Dus, laten we het nu hebben over de goede dingen van AliExpress. Dus dit vind ik echt geweldig. Die remtangen
super. Niet normaal. Echt gewoon, ik had niet verwacht dat ze zo goed zijn. Geen lekkage, niks. Remmen goed. En daar goed. Hier hebben we de rechterhendel. Werkt ook gewoon perfect. Dus hier sta ik, ben ik echt van versteld. Dus gewoon, ik heb de scooter ook altijd buiten staan. En hij doet het nog steeds. Echt, ik vind het helemaal ongelooflijk dat. Schakelaars zijn ook perfect. Knipperlichten ook gewoon. Is gewoon goed. Alleen, wat is het nadeel hieraan? Is de afwerking. Als je kijkt naar die fijne details. Fijne details. Dus daar, plastic daar, is gewoon niet mooi ingevreesd. En hier ook niet. En er zijn nog veel meer puntjes zoals dat. Kijk, hier op de rechterschakelaar, kun je dat zien? Ja, het is gewoon niet fijn afgewerkt. En daarom was hij denk ik zo goedkoop. Was volgens mij een tientje of zo. Dat is maar voor op scooter. Hey, dat is perfect. Dan hebben we de gashendel. Werkt ook gewoon prima. De gaskabel heb ik zelf gemaakt. Het is gewoon veel beter dan de originele Aerox rotzooi. En ja, ik ben er gewoon tevreden mee. Maar het is gewoon simpel, hè. Aluminium voor, geloof ik. En dit is eigenlijk het meest geweldige. Check dit. Kniplichten zijn normaal niet mooi, hè. Dit vind ik wel goed uitzien. De kniplichten in het stuur zelf. En hier zit er ook een, maar die is van Edge. Dat is eigenlijk ook Taiwan Edge. Nou, die heb ik in Nederland gekocht. Dat werkt ook nog goed, maar die gaat toch wel kapot, denk ik. Want die weerstandjes wat erin zitten, crap. Dus kniplicht moet je niet te vaak gebruiken. En dan hebben we hier de Monster Disc van RPM. De rem is niet krom. Rem perfect, het zijn radiale remmen. Die zitten er anders op dan de originele Aerox remmen wat erop zitten. Schijf is niet krom, remkracht is goed, geen lekkage nergens. Je moet er wel wat geluk mee hebben, denk ik, om een goede te hebben. Want het is toch wel van een beetje goedkoop aluminium gemaakt. Dit zou ik echt niet op de motorfiets zetten. Scooter, brommetje, prima. Maar op motorfiets zou ik het niet doen, maar ik sta er echt versteld van hoe goed dat ding wel niet is, dat rem. De remmen remt echt goed, dat is niet normaal. Dus ik geloof 60 euro ik zoiets betaald. Voor de hele set. Klauw, blokjes en de schijf zelf. Ja, en dan hebben we onder hebben de cilinder. En die is goed gek. Ik heb er geen problemen mee gehad, geen vastlopers. Het enige probleem wat ik ermee heb, of ja, is niet echt een probleem, is een vermogensprobleem. Ik heb niet zoveel vermogen, want... Dit is de zuiger die ik erbij kreeg. Zoals je kunt zien zitten er twee poorten in. Maar ik heb de zuiger niet gemonteerd op de scooter, op die cilinder. Waarom niet? Omdat er gewoon te veel axiale speling op zit. Dus de zuiger die deed dit heel erg. Kan geen kwaad, een klein beetje. Maar de naaldlager, die verschoof ook mee. Dus hij ging maar voor op de helft op de naaldlager. Dus dan ging hij een beetje kantelen. Dus ik had er een andere zuiger in gezet. Met minder speling hier. Maar die heeft hem gesloten. Die heeft geen poorten erop zitten, dus dan had ik een vermogensverlies. Als deze zuiger weer erop zet, dan zou die wel wat harder lopen, maar voor mij hoeft het niet. Ik denk dat het gaat gewoon goed. Ik laat het gewoon zo. Misschien dat we dat ooit eens een keer gaan doen. Want ik heb gehoord dat je ook shimmetjes hier tussen kan zetten, zodat de naaldlager niet te veel gaat bewegen. Dus dat kunnen we wel een keer proberen, dus dat is wel interessant. Deze scooter was eigenlijk helemaal niet klaar. Ik moest nog een paar kleine dingetjes doen. Puntjes op de i zo'n beetje. En ik had zo'n kickstart kap. Deze, dat is van DMP. En DMP betekent die maken, Dutch Motorcycle Products. Die maken. Maar ik ben het ooit eens gevallen. Het was ijs, sneeuw en ik reed van 70 km/u, best hard. Mijn knie ligt nog steeds open. En ik viel tegen de kickstart pedaal. Daar heb ik een heel stuk vanaf geschraapt. Dus wat is er nu aan de hand? Dit stuk aluminium wat hier zit, is gescheurd. Kijk gewoon hoeveel speling erop zit. Dus mijn ronsel, die komt niet meer naar buiten. Hij komt wel naar buiten, maar het moment dat hij de vario raakt, schiet hij weer terug. Omdat hij hier, waar hij gescheurd is, gaat weer de andere kant op. Dus dat is kapot. Dus ik heb eentje op WhatsApp gekocht. WhatsApp. Dat is een stomme viertakt kickpedaal op deze Aerox. Dat kan niet. Dus deze tandjes zijn hier versleten. Dus dan ga ik die van mij erop zetten. Die ziet er wat beter uit. Dan gaan we die daarop zetten. En een ander kickpedaaltje opzetten. Ik denk dat ik gewoon deze oude erop zet. En dan is dat ook gemaakt. Kan ik weer kicken. Daarom zag je me ook starten met een boormachine. Want mijn elektrisch start ben je ook niet. Volgens mij laat hij niet bij. Dus we moeten daar ook even naar kijken. Oh ja, die vrachtwagen. Hè? Weet je wat voor vrachtwagen het is? Dit is een Mercedes-Benz Aerox. Aerox. Dus helaas wordt de video een beetje te lang. Oh nee. God damn it. Nee. Ga ik er even mee ophouden. Maar laten we eerst even een shot doen. Shot. Dat hebben we al niet meer gedaan. En dan hebben we een hele snelle Honda MT5 die wel 95 km/u loopt.
van Bart van den Hoek. 18 mm carburateur. Een snelle 50 cc. En hij ziet er nog heel goed uit. Nice, nice. Hallo, hallo. Overbelegd. Er is te veel licht hier. Oh, god. En dan hebben we een Aerox van Joris Achterberg. En hij heeft een standaard 50 cc. Oh wacht, dit moet ik even oplezen. Dat is echt zijn superveel. Iets meer dan 12.000 kilometer gelopen. Molossi VL6, 2 L16 membraan. Yasuni R, Molossi geel druk, veer afgedraaid vliegwiel, stripperpaal en meer. Wauw. Cool. Alles van Molossi. Alles van Molossi. Maar is die stripperpaal echt nodig? 50 cc. Als je aluminium CCC erop zet, trek je het hele frame krom. En dan hebben we een Aerox van Mike Hendricks. En die heeft volgens mij DMP kappen set, dacht ik. DMP kappen. En alles is van MHR. Full MHR blok zit daarop. Lijkt wel een Polini. Lijkt wel een Polini scooter. Dat mag niet, hè? Een witte scooter met Molossi spullen erop. Nee, dat moet Polini zijn. Nou, maakt niet uit, joh. Dus ik had die kappen nog, of die kartenkap heb ik gemonteerd, gefilmd. En ik heb die schokdemper heb ik doorgeflext. En dat zeg ik wel in de volgende video hoe dat zat. Dus ja, voor het vak niet meer zien. Tot de volgende keer. Latas. Dat was een mooie brommer. Oh ja, die staat op slot, hè. Ik heb een slot erop gezet.